En waar is Gandalf nou? Die... Oh, daar. Gandalfie. Hé, mauw. Hé, mauw. Oh, goeie dikke doosje. De kerstboom is nog niet aan en de raamverlichting hier. Goedemiddag lieve vrienden, ja het is vandaag alweer donderdag 19 november en we leven 4 minuten over 2. Alle dieren zijn binnen, ik ga straks wel even nog lekker weg een loopje doen, want het is mooi weer ondanks de harde wind. Maar ik wens jullie als eerste natuurlijk als vanouds weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Coriena en De Beestenboel. Ja ja, ik moet even uitkijken hier, want Gandalf zit hier naast me. Dat ik niet over zo'n staartje heen rijd. Nee, ik vond me nog niet prettig zitten. En ja, ik was vannacht met de hondjes uit. En ik kom terug. Er staat een vuilniszak voor mijn deur, voor mijn tuindeur. Wat is dit nou? Oké. Ja, het was donker, je ziet, ja oké, in huis zit wel licht aan, maar dan zie je eigenlijk nog niet wat er allemaal op staat. Het was gewoon een vuilniszak. Ik denk, nou ja, die zet zijn vuilniszak hier niet, maar ik zal wel er wat aan hangen, weet je. Ik denk, nou dat is, ja, een envelop. En in die envelop zal een brief zitten, maar in ieder geval, ik zie niet dat het voor mij is, nee. Ik zie dat het voor mijn buurmeisje is, hierachter. Maar ja, de Zwarte Piet die is zo dom geweest om het bij mij te brengen, kennelijk. Want ik heb dat kindje niet, nee, ik heb niks. Wat dat er gaat, ik heb geen inwonende kindertjes meer, niet van die kleintjes. Maar dit is voor mijn buurmeisje bedoeld, dus ja. Maar ik heb nog wat en daar gaat de telefoon zoals een oud weer. En dat is Mary, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer terug met de hondjes. Gandalf, die zit nou te eten, want die was buiten. Ik ga zo meteen een bak koffie doen. En ik heb van die vuilniszak met die envelop erbij die eraan vasthing, heb ik een foto gemaakt en dat naar de moeder van dat meisje opgestuurd. Nou, die heeft het al gehaald. Ik zeg, ik heb meer. Ik heb ook nog Sint Maarten snoep. Ik zeg, dus ja, nee, dan kan je dat gelijk meenemen. Ik zeg, ik had nog die andere dingetjes. Ik zeg, van de winkel die zij spaarde. Ik zeg, kan je gelijk allemaal meenemen dan, als je wilt. Ja, is goed, ik kom er gelijk aan, want ik moet zo meteen aan mijn werk. Oké, prima, toch, maar dan ben ik het kwijt, weet je. Staat me niet meer in de weg weg. Over dat snoep is weg. Ik heb nou nog één keer snoep, maar dat zijn kindertjes die op de gracht wonen. Ook die moeder weet het al, dus ja, dat komt ook allemaal wel goed. Dan kan ik tenminste opruimen heen gaan. Dan is dat in ieder geval weer een zorg minder. Hé, Elwing? Ja. Nou, ik ga dus een bak koffie maken zoals ik al zei. Want daar heb ik lekker behoefte aan en zin aan. En eventjes wat nuttiger, weet ik nog niet wat. Maar ja, ik heb ergens zin in. Maar ja, wat. Maar oké, ik ga ook beginnen met de keuken schoonmaken. Dat is allemaal al gedaan op de vloer. Nou, maar ja, oké, morgen komt Astrid weer. Dus die moet toch ook wat te doen hebben? Ja, vind ik ook. Dus dat komt ook allemaal goed. Ja, kersterig, zei mijn buurvrouwtje. Ik zeg, hoe vind je de kerstspullen hier zo? Ja, kerstdruk. Nou ja, oké, leuk. Oké, maar ze is een schat, echt, dat is zo'n lieverd, ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden en lieve buurvrouw, je bent een schat, ja. Ik zou zeggen, geniet van alles en we horen elkaar en we zien elkaar later. Tot dan. Ja, lieve vrienden, ik ben weer even retour. Alles is weer spik en span in mijn keuken. De vaatwasser hoeft nog 36 minuten, tenminste de nether keek, dus het kan alweer 35 of 34 wezen. Maar ik laat het jullie eventjes zien. Ook hier is het spik en span en netjes. Ja. Ja, dat moet even verder weg. Dat zijn allemaal zakjes om, voor het eten van de dieren. En als ik de tuin op moet ruimen, als we daar wat hebben gedaan, gebruik ik broodzakjes ervoor die ik dus bewaar. Dus ik recycle ermee. Maar en dat komt nog, tenminste die doos komt sowieso buiten. Dat is de lamp van buiten. Maar ik weet niet wat de lichtslang doet, of die nog heel is, dat gaan we andere week even bekijken. Is die kapot, dan komt deze te hangen, dat zijn ijspegels. En dan heb ik hier nog een strengverlichting van 100 watt, maar dat is voor binnen en niet voor buiten. Nee, althans ik kan niks vinden dat het voor buiten is. Nou ja, ik ben er 100, maar dan heb ik tenminste een strenge over. Ja, nou hier is het verder ook allemaal schoon. Die kon niet in de vaatwasser, dus die blijft staan tot de volgende ronde. Of ik moet hem nog weer gebruiken. Alles is weer glimmend, glanzend, schoon. Ja, dat moet ik ook nieuw voor hebben. Ik moet gemberwortel hebben, ik moet dillen hebben, ik moet laurierblad hebben en ik moet marjolein hebben. Die niet, maar die kan niet in mijn kastje. Nee. Die is nog aardig vol. Ja, maar die kan nergens in mijn kastje. Nee. En dan moet ik hem ergens neerzetten. Nou, dat wil je niet doen. Dat is dus de schoonmaakmiddel. Oh, voelt je zo wat. Nou, dan heb ik een bakje koffie voor me staan. Nou, en dat is mijn mobiel. Die ligt aan de lader. En dit moet naar boven. En dat wordt morgen opgehaald. En dat kan op de krantenbak. Nou, Gandalf is binnen. Rijka zit daar. Gandalf zit water te drinken. En madame Elwing ligt hier. Hé Elwing? Even zin meisje. Elwing. Ja goed zo, hier ook. Elwing. Elwing. Hé, hey, knappe dame. Hallo. Hallo kind. Hallo meisje. Ja, het is dus nog donker. De kerstboom is nog niet aan en de raamverlichting hier. En die verlichting die ik verborgen heb onder de slinger is nog niet aan. En deze ook nog niet. Vind ik nog niet nodig. Eerst Sinterklaas erbij. Dan gaat het aan. Mits er iemand is. Laat even zien. Ja, nou dan zeg ik oké, ik doe het even na. Maar ja, dan vergeet je het weer uit te doen. Maar het maakt niet uit. En het komt pas na 5 december gaat het aan. Eerder niet. Punt. Ja, oké, die gaat automatisch aan omdat die aangesloten is op de AB. Daar kan ik niks aan doen. En daarom gaat die tak over mijn kast ook aan en de krans die erboven hangt ook aan. En het kerstboompje gaat aan, maar normaal staat daar het lampje. Dan gaat dat ook aan, dan is dat normaal aan. Enkel dan heb ik die tak en die krans niet. Maar ja, maakt niet uit. Een klein beetje extra licht, dat is net zoals die. Die gaat automatisch terwijl die op batterijen loopt. Hij staat op 8. Deze. Nou, en ik had hem gewoon op uitgedaan gisteren. Maar dan ging die vanzelf weer aan. Ik ben benieuwd wanneer die weer uitgaat. Als me dat te kort duurt, dan doe ik hem gewoon weer aan. Ik weet ook niet hoe laat die aan is gegaan. Weet ik ook helemaal niks van. En ene brandde hij. Ik denk, oké. Nou ja. Wel leuk. Wat zijn we van planten gaan doen, dames? Waren we wat van plan? Waren we wat van plan? Hé, waren we wat van plan, Rijka? En waar is Gandalf nou? Die... Oh, daar. Gandalfie! Hé, mauw! Hé, mauw! Oh, god, je dikke doosje! Ja, en dan wil ik toch ook ter zijner tijd... wil ik hier een kastje hebben waar die hobby-spullen in weggeborgen kunnen worden. Ja, dan kan ik tenminste gewoon eens een keer wat doen wanneer ik dat wil en mij niet dood te schamen dat het daarop staat. Maar ja, je moet het toch een plekje hebben gegeven, hè. Maar ja, dat is ook met mijn vloer zo, daar schaam ik me eigenlijk ook voor kapot. Daar begint het ook al. En hier zit ik veel, tenminste dat heet veel. En voor mijn bureau, maar ik zit ook bij de salontafel. Ja, en daar zie je nog niks. Nou, daar ben ik blij mee, dat ik daar nog niks zie. Nee, maar hier zit ik het meest. Voor mijn bureau. En die wil eruit, maar die mag er niet meer uit, want de lantaarnpaals branden al. Mijn moeder zei altijd tegen ons, kinderen, van als de lantaarnpaals aangaan, weer binnenkomen. Nou, kijk, die is aan, de lantaarnpaal, en ook aan de voorkant, ik heb er twee. Althans, ik heb er één achter. Denk dan, Rijka. Ik heb er dus één achter bij mijn poort. Maar ja, daar heet er ook één. Ja, vlak voor onze deur. Geweldig, hè? Staat op de grens van mijn buurman en mij. Ja, leuk, meneus. Nou ja, wat doe je eraan? 2 keer en niks. Jullie zijn maf. Maar oké, ik ga dus aan mijn koffie. En ik ga eventjes de computer aan doen. En dan zie ik wel wat ik ga doen. Ik moet ook nog renderen, ook dat nog. Maar ik wil ook eventjes... Time out. Ja, ik ben back alweer. Mijn keuken is tenminste nou ook gedaan. Dus ja, Astrid zal morgen wel opkijken dat ik weer zover ben gekomen. Dat alles klaar is. Enkel een paar dingetjes na, maar daar maak je geen rotzooi mee. Nee, het ene moet buiten, het andere moet op mijn slaapkamer voor het raam. Nou ja, dat heb ik er ook zo neergezet. En dan krijg ik ook geen rotzooi van dan enkel voorlopig een lege doos. Nou ja, dan gaat dan de kattenkamer toe. Maakt niet uit. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Het is nou, hoe laat leven we nu eigenlijk? 5 over 5. Dus het is namiddag. Dus een fijne namiddag nog gewenst. Als jullie gaan eten, smakelijk eten, bon appetit. En heden een drankje erbij, prutjes. Hele koffie bij heb ik ook trouwens, altijd. Ik heb 2 dingen erbij, maar dat maakt niet uit. En voor vanavond een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Geniet van alles. Net wat jullie gaan doen. En voor later op de avond, uiteraard, welterusten. Slaap lekker, met mooie dromen. En gezond weer uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zie jullie dan. Doei!